Thank you.
Zuid, station Amsterdam Zuid. Ik 742, kom eens in over. Zegt u zeker, meester? Ik heb even wat probleempjes met de ATB. Een ogenblik geduld, alsjeblieft, over. Oké, ik hoor het van u. AC742, ik ga even bellen met MBN, ik ga even de deuren ontgrendelen, over. Ja, dat is oké, meester. Dames en heren, we hebben een kleine technische storing, een ogenblik geduld alsjeblieft. Goedendag, spreek met Bart Maas, is op trein 742 op Amsterdam-Zuid. Ik heb een technische storing, ik kan even niet gaan rijden. Ik moet even contact nemen met de NBN, dus ik weet niet hoe lang ik hier blijf staan, over. Zijn 1354 wordt herroepen en dan neem ik contact met hem op zodra ik kan vertrekken, over. Dat is 5652. Graag gedaan, en sluiten. Goedendag. Heb jij een probleem? Ja, mijn ATB die wil niet meer. Oké. Hij wordt herroepen, dus dan zal je zo wel veilig krijgen. Ja, ja. Ben je als eerste naar Schiphol? Mag ik even omroepen dat Schiphol eerder komt? Een hele goede middag, dames en heren. Zoals u heeft kunnen zien, hebben wij een klein probleem met de trein. Hiernaast staat de trein gereed naar Schiphol. Deze zal als eerste gaan vertrekken in de richting van Schiphol.
Dus reizigers voor Schiphol kunnen hier even overstappen. En aan de andere zijde van het perron staat de trein gereed naar Schiphol. Schokkel eigenlijk. Ik denk, hebben we nou gedaan? Nee, dat is het. Ik kan er een keer uit. Dus, en ik kan ook niet ontgrenden, want dan komt hij er gelijk in. Oh. Tegenwoordig mag niet zomaar een ATW buiten het bedrijf zetten, dus ik geef tegenwoordig geen NBM moeten zijn geven. Oh ja, dat is allemaal. Die regels ook allemaal. Vroeger gingen we uit, bekijk, boom. Stots, stots eruit. Klaar. Nou ja, dat mag niet meer. Maar heb je hem al aan de lijn dan? Ja. Er is nog één wachtende voor me. Of dat nog? Goedemorgen, spreek met Bart. Ik sta nu stil op Den Helder Zuid, op treinstel 9588. Mijn ATB is afgevallen met een code 6 en ik heb ook nog een storingscode voor je. ATB 018. Nou, als ik hem dus ontgrendel, dan springt hij er gelijk weer in. Inderdaad, ja. 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 Maar van mijn ATB die gaat helemaal bij donker. Ja, klopt. Oké, ga ik doen. En ja. En dan moet hij weer. Ik leg heel even neer. Ik heb er twee handen nodig. Ja, ik heb hem ingedrukt. Ja, dat klopt. Oké. Nou is mijn ATB... Oh, dat gaat weer. De 8 die is weg. En ik heb weer... Ja, dat klopt. Dan kan ik ontgrendelen. Hij viel weg en toen kwam hij weer terug. Dan krijgen we meteen code 6. Dat is correct, ja. Marcel. Ja, op Den Helder Zuid. Of Amsterdam Zuid. Ja? Maar hij heeft een ATB-storing, dus hij is nu aan het proberen te verhelpen. Is goed. Dus, moet even afwachten. Ja? Is goed. Okido. Hoi. Oké, nou, ik ga hem even buiten het bedrijf zetten en dan op Schiphol zet ik hem weer in. Ik bel je op Schiphol eventjes terug. Oké, hoi hoi.
Fijn, als we bijna gaan bellen, dan kunnen we gaan. Ja? Ja. Nou, we gaan bellen. Ja? Ja. Ik vandaag al een gesprek met Bart Marcis op trein 742 op Amsterdam-Zuid. Ik kan eens doorgeven dat ik klaar ben voor vertrek en ik kan rijden in de richting van Schiphol over. Probleem met de ATB. De ATB is buiten het bedrijf gezet over. Dankjewel, hetzelfde. En sluiten. We gaan. Dames en heren, het is 14:03 en met een vertraging van ongeveer 13 minuten vertrekken wij uit station Amsterdam-Zuid. We hebben vertraging voor met een technische storing en de verwachting is dat de vertraging in Schiphol nog wat verder gaat oplopen. Dames en heren, wij vertrekken met een vertraging van ongeveer 13 minuten in verband met een technische storing.
Thank you.
Goedemiddag dames en heren, station Schiphol. Ladies and gentlemen, Schiphol Airport. Deze trein zal nog verder rijden naar Leiden en daarna Centraal. Kunt u nog overstappen voor de richting Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Sassij en voor de richting Amsterdam, Lelylaan. Station Schiphol, Schiphol Airport. Ik stel 9588. Ik had eerder een ATW-storing. Ik heb de ATW buiten bedrijf gezet. Ik zou Schiphol even terugbellen. Ik heb in Schiphol de ATW weer in dienst gezet. Ik krijg gelijk een code 6. Die heb ik ontgrendeld en hij doet het weer. Dat is cabine 2. Ik had natuurlijk nog gesproken, ja. Dus ter herinnering, de ATW-bezegeling in cabine 2 is verbroken. Oké, hey, dankjewel. Hoi hoi.
Dames en heren, een goedemiddag. U bevindt zich in de vertraagde intercitytrein in de richting van Den Haag Centraal. Deze trein heeft een vertraging van ongeveer 15 minuten. Dat heeft te maken met een technische storing op Amsterdam-Zuid. Op dit moment zitten wij waarschijnlijk achter een stoptrein aan en daardoor rijden wij wat langzamer. Dat betekent dat de vertraging nog gaat oplopen. Dus dames en heren, u bevindt zich in de vertraagde intercitytrein in de richting van Leiden en Den Haag Centraal. We hebben een vertraging van ongeveer 15 minuten. Dat had te maken met problemen hadden met het remsysteem op Amsterdam-Zuid. En wij rijden nu achter een stoptrein aan, waardoor wij waarschijnlijk nog wat meer vertraging gaan oplopen onderweg. Thank you.
met Bart Busjes, trein 742, zeg het maar over. Op Den Haag Maria Hoeve. Voor mij zijn 156, die heeft een cijferbak en die is niet te zien door de sneeuw over. Komt voor elkaar over. Oké, okay. Sluiten. Iedereen. Goedemiddag, het is 14:35. Met een vertraging van ongeveer 20 minuten vertrekken wij uit station Leiden. Deze trein heeft vertraging in verband met een technische storing op Amsterdam-Zuid. En daarna kwam hij achter de stoptrein te zitten vanaf Schiphol. Bevindt zich in ieder geval in de sneltrein welke rechtstreeks zal doorrijden naar Den Haag Centraal.
Maar ik hoorde je onderhoek een beetje half. Wat was er dan, een wisselstoring of zo? Nee, ATB-storing. ATB-storing, oké. Van ben je dan veel met geluid of zonder? Alles, alle komt bij met geluid. Oh. Oh, ik stop me niet. We gaan door. Nee, 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 nee. Ja. Maar het is voor eigen gebruik? Voor YouTube. Oké, maar dan doe je zonder geluid? Alles doe ik gewoon mee. Den Haag Centraal, station Den Haag Centraal, eindbestemming van deze trein. Wij komen ongeveer 20 minuten later aan dan gepland. Dit is station Den Haag Centraal.